Een aantal gemeenten in de regio Rivierenland, waaronder Tiel, Neder-Betuwe en Buren, hebben de samenwerkingsovereenkomst met Kersten Hulpmiddelen beëindigd. Door de voortijdige beëindiging van de samenwerking kunnen de gemeenten een nieuwe procedure van inkoop starten. De gemeenten willen zo snel mogelijk een contract met een nieuwe leverancier van hulpmiddelen aangaan. Tot deze gevonden is, blijft de oude leverancier het onderhoud uitvoeren. Alle inwoners die gebruik maken van hulpmiddelen, waaronder scootmobielen en rolstoelen, worden binnenkort per brief geïnformeerd over de ontstaande situatie.